fantastisch dat je met zoveel mensen en al zoveel vreugde aanwezig bent op de laatste werkdag, officieel dan, van de Spabbelers Mam en vaktermen Harry en Jeanette. 20 jaar geleden hebben ze u het aangedurfd om van hun hobby hun beroep te maken. En dat is er braaf goed afgegaan. Fantastisch om te zien wie sportiviteit en gezelligheid 20 jaar lang bijeengelegen heeft. En daarom ook dat het nu al zo druk is. Vandaag is er een hele schone middag aan live muziek. Achter in de hoek kunt je bonnen krijgen voor een drankje. De slechter Erwin Roes staat achter in de hoek voor tegen een gering vergoeding een hapje. Dus dat je zeker niet hij verschoot en niks van het live spektakel moet missen. En het verzoek is nu even om aan alle Stravo-leden die een presentatie voorbereid hebben voor Spabbelers Mam alvast binnen even in de kantine te gaan, aangezien dat ze met zonlicht boete niks kunnen beamen. We gaan er een gezellige middag van maken samen met u allemaal. Mochten er mensen zijn, of verenigingen of groepen, die toch nog het persoonlijks tegen Spabbelers Mam of Harry en Jeanette willen zeggen, meld je dan heel even bij mij. Met liefste hebben wij, en de echte allerliefste, dat je persoonlijk even naar heel uit en door gebeurt je hoort, en dat hebben ze ook het liefste. Dus het woord is nu even en straf ook binnen, en dan gaat hier sprolt beginnen aan haar eerste set, en dan is er een geweldige liste weer een dag van maken voor Harry en Jeanette. En je ziet hier onze Princeton. De tijd, mijn over, Harry dat herkent zich, hè? Hij herkent ze dat blad ook, maar dat kun je dicht uit de kantine. En we vonden, als we een cadeau moeten doen, dan moet dat ook iets van zichzelf zijn. Dat is echt een blad van zichzelf. Maar niet zomaar een blad, want draai hem een beetje om. Kijk, hij heeft een beetje omgedraaid, zusje. Het is een blad waar ze kunnen draaien. En hoe klap? Ja, kijk. Wij hebben dat blad door Els van Maas toch een beetje laten aankleien. En waarom, dat zal ik jou vertellen. Je ziet hier echt een deemblad, want jij hebt iedereen, die mensen hier allemaal staan, altijd goed bediend. Dan even zit je echt weer staan als echte zoutmalen. Je hebt vroeger al met je een optocht, maar je hebt het vast loons gevuld. Geen nestje. Dat is een beetje dubbelzinnig, want het is een warm nestje. Iedereen die is tijd, is die altijd geer gekomen en komt hier geer. Bijuf, Harry en Jeanette. En dan even natuurlijk ook het badravennest. Wat niet voorbij mag gewoon. En je ziet het, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, er staat een gouden cirkel meer. Het is een gouden periode geweest, maar het allerbelangrijkste is, jij zit gouden mensen. Ik zou zeggen, geef Harry en Jeanette eens een goed applaus. Nee, ik hoef niet meer te spieken. Kijk, dat duurt je, dat is verrukt je, en vernemen zangers. En ik wil dan even een aanspraak met ik maken, want Jacques en Mai worden dit jaar niet altijd bij, want ze gaan oppaskosten krijgen. Volgend jaar kan dat niet meer. Dankjewel. Kan op mij vertrouwen mijn hele leven lang.
Enkele mensen willen het bij ons, dat is helemaal jaloers. Dan vieren jij die avond.